De burgemeester van Teheran was de voorbije dagen in Brussel voor een internationale conferentie van burgemeesters. Brussels staatssecretaris Pascal Smet was mede-organisator. Ook de adjunct-burgemeester van de Russische stad Kazan nam deel aan de conferentie. Was het wel verstandig om deze mensen van omstreden regimes uit te nodigen? Smet lag vrijdag onder vuur in het Brussels parlement. Hij verdedigde zich toen nog. Maar toen hij achteraf aan de weet kwam dat een medewerker, zonder dat hij het zelf wist, groen licht had gegeven om de hotelkosten te betalen, beslist hij vandaag om op te stappen. Dat is wat anderen dan zouden doen. Zeggen, ik heb mijn medewerker ontslaan, ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Maar ik vind het nu wel iets te ernstig met alle commotie die er rond zit en alle dingen, dat ik vind, ik moet zelf mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik vind mijn moreel kompas belangrijker dan collega's onder een bus gooien. Smet voelt zichzelf ook onder de bus gegooid door minister van Buitenlandse Zaken Labib. Haar diensten hadden de visa verleend aan de Iraanse officials. Maar het was Pascal Smet die daarop aandrong, zei ze in de Kamer. Ik vond heel erg wat er in het federaal parlement gebeurd is. Het heeft mij persoonlijk geraakt. N-VA en Vlaams Belang vragen dat niet alleen Smet, maar ook minister van Buitenlandse Zaken Labib opstapt. Ik denk dat iedereen die in dit dossier betrokken is, zichzelf die vraag moet stellen. Ja. Onze samenleving heeft vertrouwen nodig in politici. En dan moet je ook, zelfs als je zelf, en zoals in mijn geval, geen fout hebt begaan, soms verantwoordelijkheid nemen.